Welkom, we zitten hier in de studio van De Correspondent. Want De Correspondent bestaat tien jaar dit jaar. En uh, ter gelegenheid van het jubileum heeft Rob Wijnberg een boek geschreven: Voor Ieder Wat Waars. En we gaan het het komende uur hebben over dat boek. En zeker ook over tien jaar, De Correspondent. Mijn naam is Marcia Luiten en ik ben door uh, De Correspondent gevraagd om uh, een uur met Rob te praten. Ja, ja. Hi, Rob. Gezellig, heel, ja. Leuk, ja. Ja, heel leuk. Ja, Rob. Tien jaar geleden, 2013. Uh, dat was het jaar dat Nederland net opkrabbelde. na een hele heftige crisis. Uh, bezuinigingen kwamen nog. Maar uh, het was een enorme economische crisis geweest. En het is het jaar dat Twitter naar de beurs ging. Oh, echt? Ja, oh, dat wist ik niet. Om maar even gewoon een beetje een context te schetsen. van wat voor soort jaar dat was. Ja. We hadden net Rutte 2. Wat bracht jou ertoe om toen te beginnen met de correspondent? De timing was gewoon heel simpel. dat ik um, uh, net ontslagen was als hoofdredacteur van NRC Next. En ik toen dacht, oké, okay, wat nu dan? En toen besloot de correspondent op te richten. Dus dat, was, dat had niks te maken met uh, slimme timing of uh, Twitter naar de beurs of wat dan ook. Nee, maar <laughs> dat je ontslagen werd bij NRC Next had misschien wel weer iets te maken met uh, dat je de correspondent oprichtte. Want waarom, we, waarom ging je daar weg? Ja, dat had er alles mee te maken. Want de, de, de reden die daarvoor werd opgevoerd is uh, ja, eigenlijk mijn nieuwsfilosofie die ik bij NRC Next probeerde te, toe te passen. Of eigenlijk... Het gebrek aan nieuws, wat uh, uh, onder mijn leiding in de, in de krant uh, stond. Vond de hoofdredactie? Vond de hoofdredactie van NSJ Handelsblad. Eigenlijk het, de druppel in de emmer, wat dat betreft. Toen was, grappig genoeg, uh, wat we net hebben gehad, Prinsjesdag. Ik had zoiets van, ja, Prinsjesdag, dat is zo'n soort nieuwsritueel. Dan gaat het over de hoedjes. Uh, alle kranten openen ermee. Het is altijd hetzelfde verhaal. Uh, er valt niks inhoudelijks over te zeggen, want dat is dan nog niet gepresenteerd. Wij doen dat later wel, om de goede context erbij te geven. Ja, de algemene politieke beschouwingen ja. zijn misschien interessant. Ja, ja, maar dat moet je eerst afwachten voordat je er iets over kan zeggen. Dus wij hadden als enige krant, NRC Next, op die dag geen Prinsjesdag op de voorpagina. Sterker nog, ik weet nog wat we erop hadden. We hadden een verhaal over asielzoekers in Australië. Nou, helemaal voorbij de waan van de dag. Had niks met Prinsjesdag te maken. De auteur van dat stuk, Maite Vermeulen, die werkt nu overigens ook bij de ja. Correspondent. En uh, ja, dat was zo'n afwijking van de nieuwsnorm, zeg maar, dat daar wel heel veel discussie over was van, zijn jullie niet te ver afgedreven? En dat heeft uiteindelijk geleid tot, uh, nou, mijn, uh, de, de scheidende wegen met de NRC. Ja. ja. En toen en, dacht ik, ga ik het zelf doen. Precies. En toen wist je meteen in welke vorm je dat ging doen? Nou, ik wist een aantal dingen zeker. Online. Dat was toen nog niet eens per se heel veelzelfsprekend. NRC Next was een papieren krant. Yeah. Natuurlijk ook met een site, maar een papieren krant. En dat was best wel succesvol. Dat was nog een beetje zo die tijd van online first, maar dan ook met een krant enzovoort. Nou, dat is nu al wel heel anders. Maar ik wist online. Ik wist gecrowdfund. Um, betaald door de lezers die het mogelijk maken. Ik wilde geen banken, leningen, investeerders. Ik wilde gewoon aan lezers vragen: Dit gaan we doen. Zien jullie dat zitten? En als er genoeg mensen zich aanmelden, ja. gaan we het doen. Dat was één ding. En advertentievrij. Dat wist ik ook zeker. Uh, ik zag sowieso de advertentiemarkt. Was sowieso al in die tijd was al, een een probleem al. Was al een probleem. Ja. Maar ook gewoon niet eens de directe invloed van advertenties. Maar gewoon het feit dat je bezig moet zijn met het bereiken van doelgroepen. Want doelgroepdenken komt eigenlijk uit de advertentiewereld. Adverteerders willen weten wat voor mensen zien mijn advertentie. Zijn dat rijke mensen, zijn dat oude mensen, jonge mensen, nou zo. Dat doelgroepdenken, daar wilde ik vanaf. Ik wilde gewoon journalistiek maken voor geïnteresseerde mensen. Ongeacht hoe oud of welke portemonnee. Dus ik wist advertentievrij. Dat waren eigenlijk de eerste drie punten in mijn manifest. Ik heb er toen uiteindelijk nog tien geschreven. En uh, met dat manifest, de 10 principes van de Kosment, ben ik gewoon de boer opgegaan en gezegd: zien mensen dit zitten, zo ja, word van tevoren lid. Ja. En uh, zo is het begonnen. Ja, en dat bleek toch wel te resoneren. Want uh, we hadden binnen acht dagen ons benodigde bedrag, bijna een miljoen, hadden we opgehaald. Nou, dat hadden wij nooit zien aankomen. Nee, dat is heel veel. Wij hadden ja. natuurlijk het geluk ja. dat ik in de wereld draaidoor mocht zitten. En om dit um, wereldkundig te maken. Nou, dat is natuurlijk een groot publiek. Maar, uh, en we hebben uiteindelijk in 30 dagen 1,3 miljoen euro opgehaald. Nou, dat uh, beyond our wildest dreams. En zo zijn we begonnen. En toen waren we er ook heel gauw achter dat 1,3 miljoen euro heel veel klinkt. Maar. Dat <laughs> je dat redactie... verbrandt. Ja. ja, dat verbrandt je snel als je een redactie uh, wil optuigen en een uh, site wil bouwen en, enzovoort. Ja, zo is het begonnen. Maar eigenlijk de... Ik denk de wortel van het idee... begon wel echt bij NRC. Ik ben daar begonnen in 2006... bij NRC Next. Dat was toen een net nieuwe krant. Ik behoorde tot de eerste lichting... redacteuren daar. Dat waren er 25. Ze waren ook allemaal 25. In, net als ik. <laughs> en um, ik studeerde toen filosofie. Nog. En... Ik kwam op de binnenlandredactie Redactie van de NRC en ja, al direct wat mij uh, op ging vallen was zeg maar het enorme verschil tussen waar ik mee bezig was in, in mijn studie, filosofie, en wat ik daarmee aan het doen was. Ja. En ik wilde heel graag wel bij een krant werken, maar ik vond filosofie ook heel leuk. En het grote verschil wat mij daagde was, ja, filosofie gaat over de grootste tijdloze vragen die je je maar kan voorstellen. En wat is waarheid? Wat is rechtvaardigheid? Wat is vooruitgang? Wat is vooruitgang? Hm. Uh, dat soort vragen. Wat is kennis? En het werk op de krant was eigenlijk een beetje omgekeerd, in de zin van dat, dat het mij altijd heel vluchtig overkwam. Dus het was wat vandaag gebeurde en dan was dat een uur interessant. En dan was er daarna weer heel snel iets anders interessant. En dat contrast, begon, die kloof, begon mij te, uh, wel uh, al heel snel te um, irriteren. En ik denk dat ik sindsdien eigenlijk altijd bezig ben gebleven met die kloof een beetje dichten. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat het nieuws of de journalistiek over wat wezenlijkere vragen gaat? Nou, dat hoeven natuurlijk niet de grootste filosofische vragen te zijn, maar wat wezenlijkere vragen. En hoe zorgen we ervoor dat die wezenlijke vragen iets zeggen over nu? Over de dingen die nu gebeuren. Dus ik probeerde dat een beetje bij elkaar te brengen. En um, dat is eigenlijk uiteindelijk altijd het idee geweest van. De correspondent, namelijk onze slogan: he, Voorbij de waan van de dag. Dat is de grotere vragen, de grotere structuren, de grotere ontwikkelingen in de wereld proberen goed in beeld te brengen. Zodat je beter begrijpt waarom die flarden, die je in het nieuws ziet, die incidenten, waarom die gebeuren. En hoe ze ontstaan. Ja, en de vorm die je daarvoor zocht... Hè, uh, dat gaf ook een structuur die, kan ik me voorstellen... Uh, heel erg wennen was voor mensen. Want hey, je gebruikte niet meer de nieuwscategorieën... als uh, binnenland, buitenland. Nee, dit, je had een correspondent van de vooruitgang. Dat was zeker wennen. Uh, in de zin dat de correspondent, de naam van de correspondent... is heel bewust gekozen omdat het... de mensen die de journalistiek maken eigenlijk ja, in de naam zit... Uh, correspondenten uh, maken onze journalistiek en zo heet het platform ook. En dat zit ook in het manifest dat we de subjectieve aard, om het maar even zo te zeggen, van journalistiek naar voren brengen. Mm -hmm. Journalistiek is niet een objectieve, neutrale registratie van de werkelijkheid. Journalistiek vertrekt altijd vanuit een bepaald wereldbeeld, vanuit een bepaalde moreel kompas, vanuit bepaalde aannames. Vanuit bepaalde kennis, maar ook vanuit heel veel gebrek aan kennis. Maar de meeste media zullen zeggen: nee, wij doen. Hè, die, die hebben, denk ik, in hun statuut staan. Wij doen onafhankelijk, neutraal, objectief verslag. Ja, nou moet ik wel zeggen, vroeger was dat nog veel explicieter de norm ja. dan nu. Nu is de, 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 dat mensen ook wel snappen dat het een interpretatie is en een blik op de wereld en dat er framing is en zo. Dat is wel veel meer gemeengoed geworden. Komt trouwens trouwens ook natuurlijk door Joris Luijndijk, een van de inspirators van de correspondent, uh, die daar ook een heel boek over schreef. Hè. Het zijn net mensen, wat dan ook een slimme verwijzing is naar journalisten zijn ook mensen en die interpreteren de wereld. Um, en daar is geen neutrale, er is geen sprake van een neutrale weergave. Um, maar dat heel erg vooropstellen, dat zit dus in de naam, de correspondent, dat, dat het een, uiteindelijk ook een blik en een interpretatie is in een poging om iets begrijpelijk te maken. En dat alleen maar de feiten geven of zeggen wat er gebeurt, dat dat niet A, niet kan op een neutrale manier, en B, ook vaak niet dat begrip vergroot. Je moet ook interpreteren om te begrijpen wat er om je heen gebeurt. Zeker, dus dat wordt expliciet gemaakt hè, door die persoonlijke correspondenten, die ook hè, met, hun, met hun gezichten uh, hè, op de pagina staan en uh, op de enveloppen die jullie versturen. Ja. Maar je kan toch niet zeggen dat de, uh, de correspondent um, een feitenvrije uh, journalistiek is? Nee, dat is een um, natuurlijk een, een soort terugkerend um, debat die waar wij ook mee te maken hebben. En dat is dat het misverstand soms kan leven dat. Feiten en meningen verschillende dingen zijn. Um, en uh, dat als je het hebt over subjectief of over een perspectief geven of dingen interpreteren, dat dat dan niet meer over feiten gaat. Maar feiten zijn natuurlijk de grondstof van je interpretatie. Daar begin je mee. Je probeert uit te zoeken hoe dingen zijn en hoe dingen gaan. Uh, maar ze, die feiten krijgen pas betekenis. Als je ze interpreteert. En context geeft. En... Ja. Ja, ja, ik heb altijd het voorbeeldje dat ik zeg: ik kan je een mes laten zien. En dan is het een mes. En dan zeg je: ja, dat is een feit. Dit is een mes. Uh, maar als ik je dan een context schetst over een moord. Dan wordt het opeens een wapen. Dan is het nog steeds hetzelfde ding. Maar dan krijgt het een andere lading. Of als ik je mee naar de keuken neem. Dan wordt het opeens een, een manier om uh, groente te snijden. Dan wordt het iets gereedschap. Dan wordt het Gereedschap. Ja. Dus, dus het zijn allemaal feiten. He? Ja. Het, um, maar in elke context is die feit iets anders ja. kun je daarmee zeggen dat je um, uh, de stelling van Christiane Amanpour onderschrijft die kreeg twee jaar geleden zo'n belangrijke persprijs en die zei toen iets waar eigenlijk de mediawereld van schrok die zei luister, um, als journalist, als verslaggever uh, streef ik niet naar neutraliteit neutraliteit uh, is niet belangrijk en mag soms zelfs niet. Neutraliteit zou betekenen alle partijen evenveel antwoord laten. Zeker als je oorlogsverslaggever bent. Hij speelt dat de hele tijd als iets apert fout is, zegt als iets moreel onjuist is, hoef ik die stem niet aan het woord te laten. Maar ze zei waar ik naar nou streven is objectiviteit en dat is ik baseer mij op feiten. Nou, ik vind uh, in de dagelijkse taalgebruik die dingen heel erg op elkaar lijken. Neutraliteit en objectiviteit. Ik vind maar... dat onderscheid van haar heel. Uh, het onderscheid juist heel helder maken. Oh ja. Laat ik het zo zeggen. Dat je moet onderbouwen wat je ziet. En dat dat te maken heeft met feiten. Dat onderschrijf ik helemaal. Wat ik denk ik ook onderschrijf als ik haar goed begrijp. Het is, ook, het is niet waardevrij. En dat wordt dan vaak met neutraliteit bedoeld. Waardevrij in de zin van... Hm. journalistiek heeft ook een functie. In de, in een, en zeker in een democratische samenleving. Dus ik vind het niet verkeerd Van een journalist als hij of zij antidemocratische ontwikkelingen. Uh, of antidemocratische politieke partijen. zo over het voetlicht brengt. dat, ze, dat je laat zien: dit, is, dit staat haaks op hetgene wat wij ook. Op onze democratische beschermen. rechtsorde. Ja, ja, dat zie je in Amerika heel erg. dat er natuurlijk allerlei ontwikkelingen zijn die haaks staan op de democratische rechtsorde. En dat als je dan als journalist. soort van alleen maar daarnaar gaat kijken: van ik breng dit. Uh, in beeld, want dit gebeurt nu eenmaal en verder niks, uh, dat je dan je taak als uh, onderdeel van die democratische rechthoorden, en ook op een bepaalde manier beschermer van die democratische rechthoorden, niet, niet vervult. Maar dat is precies wat die CNN-verslaggever ja. allemaal poer bedoelt. Hè? Ja, en dus, dus de... daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja en daar mag je uitgesproken over zijn en, dan, en je mag ook laten zien waarom je die rol uh, vervult. Maar um, heb jij in, uh, in al die jaren dat je dus in de media uh, actief bent? Want he, je begon al vrij jong met een column ook. Ja. Toch? Hoe ja, oud was je toen? 19. 19, nou moet je nagaan. Heb je in al die jaren de macht van de media zien toenemen? Ik denk wel dat de macht en invloed van media. En er zijn natuurlijk heel veel media bijgekomen ook. Hè? Uh, vergis je niet, uh, sociale media zijn een heel andere machtsvorm geworden. Het is niet alleen maar tv, krant en klaar. Het is ontzettend veel media. Ook de consumptie daarvan. Ik geloof dat nu een gemiddelde versus volwassene. Nou, ik denk m, m, bijna acht uur per dag uh, in achter een scherm zit. Nou, niet alles daarvan is mediaconsumptie, maar het gros daarvan wel. Uh, je zit de hele dag op je telefoon. Het is constant, permanent, overal aanwezig. Ik denk dat de invloed A van. Media op ons wereldbeeld, hoe we elkaar zien, hoe we andere mensen uh, tegemoet treden, enorm is. En ik denk ook dat de invloed is toegenomen op hoe de andere machten, een regering, een kabinet, een, de politiek, hoe die functioneren, um, steeds sterker beïnvloed uh, worden. Dat merk je ook als je met mensen in die <laughs> kringen praat, de, um, hoe dominant, dat is me, altijd, is me altijd blijven verbazen, hoe dominant Beeldvorming in de media, in hun overwegingen uh, een rol speelt, in hun beslissingen, in hoe ze het brengen, in wanneer ze het oh. brengen. Dat is zo ontzettend groot. Ja. Ik denk dat het gerechtvaardigd is om, om te zeggen: wij leven niet zozeer in een democratie, maar in een mediacratie. Daar bedoel ik niet eens per se iets negatiefs mee, maar de media als bepalende factor, bijvoorbeeld in verkiezingsuitslagen. Uh, in waar wij op stemmen, wat belangrijk is, is zo ontzettend groot. Ik, ik zeg ook heel vaak: je ziet steeds van die partijen nu de laatste jaren opkomen. Weet je wel, uh, Forum of uh, nu BBB. Of, uh, nou, je hebt, uh, vroeger had je nog Rita Verdonk, die even op 30 zetels stond ergens. Ja. Weet je wel, nu weer omzicht. Zo. Ik, zou, ik zou bijna willen zeggen: ik overdrijf het een beetje, maar dat, dat wat ze gemeen zijn, dat, dat zijn allemaal partijen van het nieuws. Dus die partijen komen eigenlijk op omdat de nieuwsdynamiek op dat moment helemaal om hun punt of hun thema oh. of hun zelf draait. Ja. Dus dat, dat, dat BBB zo groot wordt, is natuurlijk ook omdat stikstof het grootste ding wordt gemaakt in, in, de, in de aanloop naar die verkiezingen ja. door media. Dus als die media zo bepalend zijn voor het mm -hmm. hele politieke complex, ja. dan komt dat ook met verantwoordelijkheid. Hè? Dan vraagt dat natuurlijk ook uh, dat je daar rekenschap van geeft. Uh, van die rol, gebeurt dat voldoende? Um, nee. <laughs> Heb je nee. voorbeelden dat je denkt. Uh, hier is eigenlijk gewoon een disproportioneel grote invloed. en daar wordt, daar wordt eigenlijk geen verantwoording over afgelegd? Nou, het zit hem al een beetje in dat als je dit probeert te benoemen. dat dan heel vaak de reactie vanuit de journalistiek is: van um, wij zijn alleen maar de. Verslaggever aan de zijlijn. Ja, en als dat de reactie niet is. dan komt heel vaak het argument. Om de hoek kijken van ja, er is, er is zoveel journalistiek, er is zoveel media. Wat bedoel je nou eigenlijk? Daardoor komt het gesprek over de invloed van de totaliteit aan media. En dan heb ik het vaak met name over het nieuwsdeel van media. En dat verschil zou ik echt graag willen maken, want dat krijg ik heel vaak voor de voeten geworpen, ook in interviews en zo. Ik bedoel, met nieuws media of nieuws, niet alle journalistiek. Zoals uh, schilderen, niet alle kunst is. Je hebt heel veel soorten journalistiek. Achtergrond, je hebt heel veel geweldige uh, vormen van journalistiek die ik fantastisch vind. Het nieuwsdeel daarvan, dat is een beetje de voorgrond van de journalistiek. De rest, daarom noemen we de rest volgens mij ook achtergrond, <laughs> achtergrondjournalistiek. Ja. De voorgrond is, is een belangrijk onderdeel van de journalistiek, omdat die enorme invloed heeft op... Onze gesprekken bij het koffiezetapparaat, maar ook op de soorten debatten die worden gevoerd. Ik, ik geloof dat drie kwart van de Kamervragen gebaseerd worden op nieuwsberichten. En als je dan kijkt naar die voorgrond, wat nieuws dan is, dan zie je daar enorme tekortkomingen. Waar, uh, als, je daar, als je daar dan over begint, vaak van wordt gezegd, ja... Um, daar kunnen wij niks aan doen. Of uh, bijvoorbeeld ook met televisie. hoor je hoe dan ook, je je daar kunnen wij niks aan doen. Waar aan Ja, dat is, nou eenmaal, dat is nou eenmaal hoe het werkt. Dus dat, dat de politiek zich weer laat leiden en reageert op wat in de, in de nieuwsmedia verschijnt. Ja, en ook maar wat nieuws wordt gemaakt. Dus ja. dat, dat vind ik dus ook altijd zo grappig. Dat heb ik altijd grappig gevonden. Over het algemeen is er zo'n soort impliciete consensus over wat nieuws is. En wat heel veel journalisten. Zou het de nieuws denk ik definiëren? Iets in de trant van. Um, je kunt het niet definiëren, maar je ziet het onmiddellijk als je het. Je <laughs> ziet. herkent het meteen. Je herkent het onmi ja. onmiddellijk als je het ziet. Het is datgene wat als soort van als een natuurwet... of als vanzelfsprekend de opening van het journaal wordt, uh, de voorpagina van de krant haalt en dan uiteindelijk s'avonds alle talkshows mee openen. Maar nieuws is een constructie. Ja, nieuws is een keuze. Nie ja. Daar gaan allerlei keuzes aan vooraf. Daarmee wil ik niet zeggen. Um, dat al die keuzes verkeerd zijn. Maar het feit dat het keuzes zijn, werpt de vraag op, wat maken wij nieuws? Wa waar maken wij nieuws van? Uh, en als je dan gaat kijken naar de logica of mechanismen achter die keuzes, dan zie je heel vaak dat um, als ik ze zou ontleden, dan zou ik zeggen, nieuws bestaat over het algemeen uit de negatieve, opvallende, zichtbare um, sensationele uitzonderingen op de regel. Dat is eigenlijk mijn neutraalste definitie van nieuws. Die toch inderdaad een, een heel duidelijke uh, beeld schets van wat dat nieuws is. Dus ja, en, incidenteel, negatief. Uh, ja, dus eigenlijk... je ziet allerlei gebeurtenissen, momentopnames... die in zijn totaliteit een plaatje schetsen van de wereld... Um, uh, die eigenlijk communiceert... weer iets wat fout is gegaan. Vandaag is weer iets minder dan gisteren. Je zegt in je boek... Uh, nieuwsmedia schetsen de wereld zoals ze doorgaans niet is. Ja, exact. Om, uh, en dat klinkt boud, <laughs> maar dat komt omdat het gaat over de uitzondering, niet over de regel. Dus wat er elke dag gebeurt, is bijna nooit nieuws. Ook bij gratie van het feit dat het elke dag gebeurt. Um, mensen gaan uh, elke dag uh, met 8 miljoen naar hun werk. Onderweg krijg je een ongeluk, dat is nieuws. Maar die 8 miljoen die aankomen, dat is geen nieuws. Dat is ook logisch. Ik heb het ook wel eens vergeleken met. Um, uh, het weer, nieuws is het weerbericht. Dus uh, de temperatuur van vandaag. En wij proberen nieuwswaardige verhalen te maken van het klimaat. En dan bedoel ik dat metaforisch, dus niet het ook van het klimaat als, als uh, uh, fenomeen. Maar metaforisch in de zin van uh, je probeert te laten zien wat de grotere structurele ontwikkelingen door die gebeurtenissen heen zijn, Als het ware. Nu zei je net, er zijn ook fantastische achtergrondprogramma's in het nieuws. Uh, maken die dan niet dit soort verhalen die jij zocht? Ook zeker, zeker. Die zie je heel veel. En ik zie ook heel veel journalisten die dat geweldig doen. En um, uh, alleen wat het. Wat, het wat, wat in onze samenleving, denk ik. ingewikkeld is en wat ik daar, waar ik me probeer steeds naar te wijzen, is dat. dat wat daar niet aan voldoet, veel meer invloed uitoefent. Of veel prominenter en groter wordt altijd. Zeg maar, hoe meer je afwijkt... van dat achtergrondachtige... structurele... en begrijpelijk maken... van, uh, van de wereld... op een structureel niveau... hoe minder tractie het krijgt... in de nieuwsdynamiek... Hm. Die, die onze samenleving uh, bepaalt. Oké, okay, maar dat is interessant. Dus er is iets veranderd. Waardoor uh, de noodzaak om uh, sensationele incidenten uh, tot het meeste nieuws te verklaren. Um, daar is iets veranderd. Nou, daar is iets verergerd in mijn optiek. Want um, sociale media en de algoritme achter de sociale media platforms. Die, die, waar wij de hele dag uh, op ons scherm mee te maken hebben. Die zijn. Um, bewust ontworpen om dit nog erger te maken. Ik noem ze in mijn boek ophefalgoritmen. En ophefalgoritmen zijn eigenlijk zo ontworpen, dat datgene wat de meeste verontwaardiging wekt, wat de meeste woede aanwakkert, wat het meeste je doet uh, grijpen naar je scherm en je laptop uh, de lucht ja. in te gooien. Die, die krijgen de meeste zichtbaarheid in ja. je tijdlijn, de meeste tractie. En die, en die worden trending topic. En die krijgen daardoor dus ook weer meer invloed op het publieke debat. Want daar wordt echt naar gekeken: van uh, oké, okay, dit speelt er nu dus. Uh, dus gaan we het hier over hebben? En is dit een kwestie? Ja, maar, deze, maar dit mechanisme, mm -hmm. dat is niet nieuw. Hè? Dat, dat, daar zijn eigenlijk de meeste journalisten zich van bewust. Uh, maar is het dan uh, uh, nog mogelijk als zeg maar. Uh, Grote kranten, grote tv-zenders, om je daaraan te onttrekken? Of zeg je eigenlijk is dat een dwingende uh, logica geworden? Nou, ik denk dat het dus mo moeilijker is uh, geworden. Um, je kunt je daaraan onttrekken, heel bewust, maar dat betekent dus ook dat je eigenlijk je als medium, als journalistiek medium, en dat doen journalisten ook. En, en kranten. Kranten maken ook zo, vaak andere afwegingen. Maar het probleem is dan dat je ge, gewoon eigenlijk dan min of meer opzettelijk. jezelf uit die zichtbaarheid wegmanoeuvreert. De, in, de online zichtbaarheid. Geen, ja, de online zichtbaarheid. En ik denk dat de journalistiek daar heel veel last van heeft. En wij hebben geen invloed op die algoritmen. Want dat, dat zijn algoritmen die worden, uh, zeg maar, uh, geproduceerd in Silicon Valley. Uh, en die hebben hele andere. Uh, die, die, die um, beantwoorden aan hele andere logica. dan hm. goede journalistiek. Zou, zou moeten hebben. Ja, maar omdat dit zo'n, um, uh, wat zou ik zeggen, deraillerend effect heeft op de samenleving, op allerlei niveaus, hè, het, het, het verstoort een hele hoop normale processen, heb ik als columnist wel eens heel naïef gezegd. Um, uh, Sociale media zijn nieuwe publieke ruimte die geprivatiseerd is, hè, die in, volgens commerciële modellen werkt, want daar zijn die algoritmes op ontworpen. Dus we moeten die nieuwe publieke ruimte toch gaan reguleren. Zeker, maar kan dat? Nou, je zegt iets heel goed: um, het is een publieke ruimte, het is de nieuwe publieke ruimte. Het is zeg maar de, de 21e eeuwse versie van wat de oude Grieken de Agora noemden: het dorpsplein waar mensen ja. uh, bij elkaar kwamen om te zeggen wat er aan de hand was. Geprivatiseerd is ook een uh, perfecte omschrijving. Het is in, in economische zin geprivatiseerd. Zoals publieke diensten als de trein en de, uh, de, 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 de zorg ook geprivatiseerd is. Dat is ook met onze publieke ruimte gebeurd. Het is in handen van hele rijke miljardairs. Ja. Die in feite um, de hand aan de knop hebben om te bepalen waar ons publieke debat. Het meest omgaat, het meest omdraait. Op basis van hun eigen aandeelhouderswaarde. Ja, ook dat nog. En die ook nog eens, zeg maar, uh, daar uh, alle prikkels hebben om dat de publieke debat te laten draaien. om datgene wat hun platforms het meest uh, uitkomt, namelijk uh, uh, engagement, uh, tegenstellingen. het polariseren. polariseren uh, mensen verontwaardigd maken over dingen. Ja, dat, ja. En verontwaardigd is echt een belangrijk woord. Ik, ik definieer dat in mijn boek als... Um, ...verontwaardiging is woede met een kennisgat. Dus je bent boos over iets, maar je weet eigenlijk niet waarom het zo gekomen is. Dus mensen die verontwaardigd zijn, die zeggen dingen als... ...hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dat verraadt niet alleen maar dat ze boos zijn... ...maar het verraadt ook dat ze niet weten hoe iets heeft kunnen gebeuren. En dat is een heel wezenlijk iets, want ons, ik denk dat ons publieke debat... Steeds meer om verontwaardiging is gaan draaien. Dat zie je ook in de politiek terug. Maar He. ik vind het wel een leuke definitie, verontwaardiging met een kennis Maar je kan toch heel goed verontwaardigd zijn. ook als je wel weet hoe iets is gebeurd. Ja. Ik bedoel, we zien nu in die toeslagenaffaire. zien we zich ons ontrollen uh, wat er is gebeurd. Ik zou je zeggen dat mijn verontwaardiging met het toenemen van mijn kennis. alleen maar toeneemt. Er zijn gevallen waar dat inderdaad uh, het, 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 het geval is. Dat je alleen maar bozer wordt als je snapt ja. hoe, het, hoe het werkt. Maar heel vaak is het zo, en daar komt weer die. Blinde vlekken van nieuws om de hoek kijken. Heel vaak is het zo dat als je wel beter begrijpt hoe iets gebeurd is. dat je echt begrip hebt van de onderliggende oorzaken. en, en de, de opeenstapeling vaak van samenloop van omstandigheden. Ja. dat dan de verontwaardiging daalt, omdat je be begrip krijgt. en niet eens per se goed praten. dat bedoel ik niet. maar dat je gaat begrijpen. Ja. waarom iets zo uit de hand heeft kunnen ja. lopen, enzovoort. Ja. En, als je, en uh, ik denk dat het nieuws. En de algoritme waar dat nieuws dominant in, in wordt, geen baat heeft. Dat is niet iets wat journalisten vinden. Hè? Maar geen baat heeft bij het kweken van dat soort begrip. Dat Omdat begrip, het namelijk ja. de. De, um, de engagement, nieuwswaardigheid ook De nieuwswaardigheid neemt op, af. Vermindert. Ja. Maar geef eens een voorbeeld. Um, of, of je geeft een voorbeeld in het boek. Hè? Ja. Als het gaat over COVID. Hè, dan zeg je um, de enorme kritiek op het uh, COVID-beleid. Wat toch een beetje was. Building the plane while we're flying it. Hè? Mm -hmm. hè, dus je bent de hele tijd het aanbouwen... terwijl de, e de pandemie zich onder je handen ontrolt. Dus de verontwaardiging daarover. Uh, de ruimte voor complottheorieën. Um, je zet dat mooi af tegen een andere pandemie. Uh, of een hè, die niet zo groot werd. De Mexicaanse griep. Ja. Hoe zat dat? Nou, dat is een mooi voorbeeld... van inderdaad hoe nieuws... de dynamiek van nieuws werkt. Tijdens corona... Waren er nieuwsberichten over. Die met de, met de, in de trant van. en met de boodschap. het RIVM hield uh, rampscenario's achter. Dus ze, ze hadden scenario's. Waarin, dit, waarin voorspeld werd dat dit. vreselijk uit de hand zou lopen. en dat is niet met het publiek gedeeld. En dat wordt dan ook gebracht. op een onthullende toon. en dat is vaak de ondertoon van nieuws. is. ze hielden het achter. Nou, ik weet zeker dat het RIVM toen moet hebben gedacht aan de Mexicaanse griep... tien jaar eerder. Toen ze die worst case scenario's wel deelden... daar enorme ophef over ontstond... van oh dit kan helemaal uit de hand lopen. Er toen voor 140 miljoen euro aan vaccins is ingekocht... en het uiteindelijk meeviel. <laughs> Want de Mexicaanse griep werd niet zo'n grote pandemie. En toen uh, het verwijt in, ja. in de media was... ze maken ons bang met rampscenario's... Daarom hebben ze uh, in, de, in die tweede instantie die scenario's niet publiekelijk gedeeld. Um, niet om het achter te houden, maar omdat ze niet wilden, uh, angst, dezelfde verwijt wilden krijgen van angstzaaierij ja. over rampscenario's. Um, uh, die ze daarvoor hadden gekregen. En dit is een heel mooi voorbeeld van, van wat ik baseline loze journalistiek noem. Je bent over twee tegenovergestelde uh, dingen. ben je even verontwaardigd. Dus als je het wel deelt en het. Pakt minder erg uit dan je voorspelt, dan word je angstzaaierij uh, van beticht. Ja. Uh, deel je het niet omdat je de angst angst, <laughs> omdat je niet mensen wil bang maken over iets waarvan je niet weet of het zich ontvouwt. Dan heb je het onder de pet, dan gehouden. Heb je het onder de pet gehouden. En ja. zo heeft een. Zo'n nieuw... instituut kan het niet goed doen. Het is niet goed of het deugt niet. Nee, en dat komt omdat de onderliggende framing in het nieuws eigenlijk beklaagt in. Alle richtingen. Ja. Dus de ene kant op, of de andere kant. En dit is trouwens ook de onderliggende dynamiek in de toeslagenaffaire. Want de toeslagenaffaire begon met hele grote ophef over fraude met toeslagen door Bulgaren. Later de, de Bulgaren fraude uh, geheten. Ja. Die als je zag om hoeveel geld dat ging, dat ging om ongeveer 3,9 miljoen euro op een toeslagenstelsel van 60 miljard. Oh, helemaal niet. Precies, ja. helemaal niets. Sterker nog, je kunt niet eens dat soort fraude uitbannen uh, op zo'n groot stelsel. Daar werd enorme gewacht van gemaakt, in eerste instantie in de, in de, in de, pers. In de pers. En daarna dus ook in de Kamer. Ook die, alle die, die, serieuze journalisten. Serieuze journalisten, ja. uh, grote media. En ook dus kamerfracties. Want dat is een dynamiek. Dat is niet alleen maar de journalist die doet. De Kamer gaat dit overnemen. En de Kamer gaat maatregelen eisen. Ze, ze, ze gebruikte hele grote wo woorden. Hè? Dus moeten ja. met deze fraude moet met de wortel en tak worden uitgeroeid. Zeg maar. dat, die ophef uh, over zo'n klein, eigenlijk in relatief heel klein iets. Leidde tot de zero tolerance aanpak van fraude. Die uiteindelijk leidde tot de toeslagenaffaire. En dat begint dus bij die... Een soort van aanklacht zonder baseline. Is dit zo groot dat het zoveel ophef verdient? Of is het in het licht van de omvang van de toeslagenstelsel. kleiner? Moeten we dat kleiner een, maken? Een, een marge die je moet accepteren. om het systeem ja. draaiende te houden. Exact. Ja. En dit soort omdat dit, dit soort baselines. In, de, in het nieuws heel vaak ontbreken. krijg je dus, ironisch genoeg. daar is de toeslagenaffaire een fantastisch voorbeeld van. eerst heel veel verontwaardiging over fraude met toeslagen. En vervolgens tien jaar later, nadat die ophef soort van gestold is in keiharde wetgeving, want laat daar geen misverstand over bestaan, daar werd echt met, ja. uh, met een um, rucyloos ja. uh, aangemoedigd, ook he, door die. Door die, door die fracties en door, uh, door de, de aandacht die dat kreeg. En er werd ook een soort van aangemoedigd hè, in, in het nieuws... van er moet iets aan gedaan worden, er moet iets aan gedaan worden. Het ging ook niet meer om feiten, maar om onderbuikgevoelens. Heeft Kamp gewoon voor die commissie uh, toegegeven? Exact. Ja. En het gaat over beeldvorming. Dus, dus ja. hier, hier zie je de beeldvorming een enorme rol spelen. Je kunt dan ook niet meer zeggen van nou, laten we dat maar niet doen. Want nou het grappige is, er is dus één hoofdrolspeler in deze hele uh, episode... die dit heeft gezegd en die is weggestuurd met een motie van wantrouwen. Dat was de staatssecretaris destijds... Die die zei, de profetische, ja, die zei met de profetische woorden... als we dit gaan doen, wat we nu voorstellen... dan zullen de goede onder de kwade lijden. Want die maatregelen waren zo verstrekkend... dat het niet meer alleen de fraude ging bestrijden... maar eigenlijk iedereen ging raken. Dat heeft hij voorspeld. Daar is hij om weggestuurd. Van, hij nam het probleem niet serieus. Hè, dat wordt dan als bagatellisering ja. afgeschilderd. Ja. En dat heeft uiteindelijk... Nou ja, uit, is dat uitgemond in een affaire... waar al die hoofdrolspelers... grappig genoeg in 180 graden gedraaid nu logisch hè? Uh, net zo verontwaardigd waren over het wantrouwen van de overheid dat ze eigenlijk um, in eerste aanleg eigenlijk hebben ge Aangevraagd, Tien zeggen. jaar eerder werd letterlijk om dat wantrouwen gevraagd. Ja, le letterlijk. Ja. Er, moet, er moet een virulent wantrouwen komen naar uh, dit soort fraudeurs. Waardoor ook uiteindelijk natuurlijk PVDA-ministers, denk aan Lodewijk Ascher op Sociale Zaken, ja. um, ook dat wantrouwen heeft laten prevaleren om, om daaraan gehoor te geven. Ja. ja. En ik denk dus dat, dat het uh, he heel goed zou zijn om een gesprek te voeren. Over de dynamiek die hier aan de grondslag ligt tussen politiek en journalistiek. Eigenlijk een soort vergreep houden ja. ze elkaar in. Ik bedoel dat dus niet om, om, te, om verwijten te leggen aan die journalist of dat medium of die politieke partij of wat dan ook. Maar ik probeer eigenlijk het, de dynamiek en het systeem eronder. Te beschrijven en bloot te leggen en dat doe ik niet alleen maar dat dat daar word ik ontzettend goed geholpen ook en dat doen de correspondenten hier ook de hele dag om te, om te laten zien dat dit soort gevolgen plaatsvinden door de manier waarop wij met elkaar opereren en elkaar bejegenen en ik heb daar dus ook een ik probeerde daar een vorm voor te vinden om dat duidelijk te maken en in het boek en die heb ik dan uiteindelijk gevonden in het benoemen van het verschil tussen kritisch en cynisch ja want leg dat verschil nog eens precies uit Mensen ja. denken dat ze kritisch zijn. Je zegt, maar in feite is het cynisme. Ja. Kritisch zou je kunnen definiëren als... ...skepsis of twijfel... Uh -huh. ...op basis van inhoudelijke gronden. Inhoudelijke baselines. Inhoudelijke vertrekpunten. Dus je zegt bijvoorbeeld... Uh, ...de overheid greep te laat in. Uh, als je dat kritisch wil maken... ...dan moet je een onderbouwde... ...vertrekpunt hebben wat op tijd was geweest. Of... Op tijd ook mogelijk was geweest. En of dat tot de mogelijkheden had, had behoord om, om op tijd te reageren. Als je die baseline weglaat. En je, je, je hebt geen vertrekpunt van dit was had gekund, dit was een mogelijkheid geweest, en die hebben ze niet genomen. En ze wisten het. Als je dat weglaat en je zegt de overheid is te laat. Um, en het refereert niet naar een in inhoud, dan wordt het cynisch. Want wat je dan produceert. Maar is dat per definitie zo. En ik kan me voorstellen um, uh, dat er allerlei. Um, uh, er zijn allerlei uh, feiten in het nieuws. waarbij je niet echt duidelijk een baseline hebt als journalist. maar waarbij je wel gereden twijfel hebt over. Uh, of er niet te laat is ingegrepen. Um, Zeker. Nou, je kan. kijk, je kan als je niet echt gereden baselines hebt of zo. Uh, dan, en je noemt, benoemt dat erbij. dus je, je, je benoemt erbij van. Ja. ik heb hier niet een inhoudelijk vertrekpunt. maar als je het weglaat en je gaat voortdurend zeggen. Deze mensen doen het fout, deze mensen uh, hebben kwade opzet. Of zonder, zijn referentiepunt. Op zonder referentiepunt. Zonder ja. referentiepunt. Dan is het eindstation dat je een cynisch speelt krijgt, waarbij wantrouwen over de personen of de bestuurders. De norm is. In plaats van uh, inhoudelijke scepticis over hun daden. Ik krijg best wel veel berichten ook in mijn inbox van um, ambtenaren bijvoorbeeld. En zelfs ook wel van bestuurders en dat soort dingen. Die dit verschil heel erg herkennen. Ja. Dat ze zich. Dat ze het geen enkel probleem vinden. Om kritisch bejegend te worden. Op hun beslissingen. En de, en de inhoudelijke gronden daarvan. Maar dat ze zich vaker. Uh, gewantrouwd voelen. Over hun motieven en hun bedoelingen. En over dingen die ze niet konden weten. Of dat ze dat wordt aangevreven. Dat ze dat hadden moeten weten. Terwijl ze het niet konden weten. Ja. Uh, waardoor er een wantrouwendynamiek ontstaat. En dat gaat twee kanten op. Want de journalist heeft hier in die end ook last van. De geïnterviewde ge voelt zich gewantrouwd... over ja. zijn motieven. En die gaat dan dus ook weer allerlei... PR-afdelingen... Ja. en schermen... en weggelakte documenten optrekken... om zich daartegen te weren. Je kunt dan ook niet open en eerlijk zijn... Nee. omdat je bang bent dat als je open en eerlijk bent... en je zegt hoe iets ging... dat het dan geframed wordt als schande ja. als incompetent als verkeerde agenda ja. geheime agenda. Ik heb het wel man. eens het einde van het politieke interview genoemd. Oh, ja. Het einde van het politieke interview omdat uh, beide partijen elkaar zo'n een weurgreep hebben. Ik voelde het ook als ik zeg maar als interviewer bij Buitenhof. Politici tegenover mij had, dan uh, was ik bewapend, maar ik wist dat zij helemaal geharnast waren. Ja. En en dan moet je, je dan doorheen gaan hakken. Dan moet je dan. Dus dan <laughs> ja. krijg je van die interviews waar je ergens doorheen moet gaan hakken. Ja. Maar ja, kun je de politicus verwijten dat hij zich uh, uh, bewapend en harnast? Eigenlijk niet. Dus je, zou, je kan een politiek interview alleen nog maar betekenisvol maken als je daar, als je meer open vragen zou gaan stellen ja. over wat motiveert u? Ja, of uh, um, waarom deed u dit? Waarom of deed u dat? En, ja. Wist u dit al en had u dat niet mee moeten wegen? En wat wilt u daarmee bereiken? In plaats van inderdaad op basis van dat wantrouwen, dat heeft eigenlijk het politieke interview gedood. Je zei net die publieke ruimte van bijvoorbeeld de sociale media die is geprivatiseerd. Dat geldt natuurlijk ook voor een deel voor de grote kranten. Hè. Um, een ander probleem is dat er een personalisering heeft plaatsgevonden. Hè. Mm -hmm. Een personalisering dat je dus politici um, steeds meer bevraagt op um, wie ze zijn, hun persoonlijkheid. Ja. He, daarin zit ook uh, dat uitspreken of het, het die uitstraling van ik, ik vertrouw jou niet, dat wantrouwen. dat is natuurlijk gaat over de persoon. Maar tegelijkertijd heb je ook natuurlijk het medium, jouw eigen medium, de correspondent. Is ook voor een deel gepersonaliseerd. hè? Ja. Want al die correspondenten, we zien hun gezichten, ze hebben een duidelijk profiel. Met welk doel heb je daarvoor gekozen, om dat, om dat zo te personaliseren? Hele goede vraag. Daar zit namelijk, daar ben ik genuanceerd over gaan denken. De, de, achter de reden om de correspondenten correspondent te noemen, om de subjectiviteit van journalistiek expliciet te maken, om de persoon die tegen jou praat als journalist, niet te verbergen. En dat is trouwens, dat hebben wij niet alleen gedaan. Maar de, vroeger stond er in de krant nog wel eens door. Door een onze redacteuren. Ja. Of door de redactie binnenland. Nou, dat zie je bijna niet meer. Toen gebeuren. ik bij de krant ging werken, nou het is nu 1999, Granny Speaking. <laughs> maar um, toen was het echt. Uh, uh... Dat werd gezien als onverdraaglijke ijdelheid. Dat... Als je naam erbij bij stond. Ah, want sommige stukken mocht dan een naam erbij. Nou, dat mocht alleen maar als je echt exclusief groot ja. nieuws had. Een scoop op de een. Ja, precies. Ja. Maar anders was het echt van onze redacteur. Anoniem. Ja, precies. Ja. En dat is helemaal veranderd. Dat is natuurlijk ook onder invloed van sociale media uh, veranderd. Daar, is, daar werd eigenlijk in feite alles gepersonaliseerd. Sterker nog, sociale media draait. Draaiden en draaien nog steeds voor een heel groot deel over je privéleven. Ja. Je, wat je eet, wat je denkt, je meningen. Het ja. is natuurlijk helemaal normaal geworden. En ik vind waarom wij daarvoor kozen. is openheid over je uh, wereldbeeld, over je opvattingen, over hoe je naar dingen kijkt. Is een eerlijkere manier om oh. journalistiek te bedrijven dan je te verhullen achter een façade van objectiviteit en neutraliteit. Dus die redacteur die, die suggereert meer de objectiviteit ervan. Hè? Ja, uh, het, uh, ja, kijk, dat is de taal van de objectivering. Of dus, ja, uh, ja, we zeggen de objectiviteit. De nee, we vinden, <laughs> ik vind dat objectiviteit is noodzakelijk, want feiten, maar het suggereert een neutraliteit. Ja, het suggereert een neutraliteit. Het suggereert alsof er geen mensen tegen je praten, maar ja. een uh, instituut die alleen maar zegt uh, hoe het zit. Ja. Nou, daar, daar wilde ik wel vanaf. En ik denk dat dat ook goede kanten met zich mee heeft gebracht. Wat er moeilijk aan is geworden. Dus ik, 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 ik denk ook wel eens van ergens vind ik dat een hele goede ontwikkeling. Maar ik zie er ook echt een keerzijde aan aan die personalisering. Dat is... Nou, dat is dat eigenlijk dat persoonlijke ook in hele hoge mate politiek geworden, uh, gemaakt wordt. Dus. Het persoonlijke van de correspondent ook. De, poli nou, de politicus komen niet zo eens, Niet eens de correspondent. Ja. Nee, maar dus uh, wat je ziet is het publieke debat is identitairder geworden. En daarmee ja. bedoel ik, het is niet alleen maar dat, je de pers dat de personen meer naar voren komen. Maar die personen, zeg maar uh, wie ze zijn of wat ze vinden, worden ook steeds meer gelinkt aan een politieke agenda, een politieke kleur. Het wordt steeds, hè, dus uh, je bent ja. links of rechts. Ja, je uh, bedoelt eigenlijk identiteitspolitiek. Is, identiteitspolitiek is heel bepalend geworden ook voor de, voor de verslaggeving. Ja, en dat betekent eigenlijk dat, um, dat je artikelen landen in een omgeving. Ik denk dat elke journalist die last van heeft, die probeert nieuwsgierig en open naar de wereld te kijken. Die landen in een omgeving waar een perspectief, als dat niet het perspectief is dat de ontvanger heeft, dat het dan onmiddellijk ja. op identiteitspolitieke wordt gronden afgewezen. wordt afgeschreven. Dus bijvoorbeeld ja. er is hier een student. Jesse Frederik, die heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij um, een milieuindicator die zegt dat wij te veel consumeren voor, um, dan de aarde aan kan. Dat is dat World Overshoot Day. Daar ja. had hij feitelijk onderbouwde goede kritische kanttekeningen bij. Hij is helemaal voor minder overconsumptie, of geen overconsumptie, de aarde uh, beschermen. Uh, hij zit heel, helemaal... Uh, hij is in een zekere zin voor de bedoeling van de, die milieuindicator. Ja. Dat wil niet zeggen dat hij geen kritiek kan hebben op ja, milieuindicator. Op, op, op dat instrument, waar ja. dat op gebaseerd is. Als je dan zo'n artikel schrijft, dan wordt dat politiek ontvangen door, de, door, door een heel groot deel. Van de lezers op sociale media, et cetera. Want wat krijg je dan te horen? Je ondermijnt de milieubeweging. Door kritiek hierop te hebben, ben je eigenlijk de klimaatontkenners. die ja. baat hebben bij dat, dat, dat wij ja, zeggen: er is voet, geen overconstructie. die voet je, voed je dan. Ja. Die, de, 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 in, je zit dan in hun kamp. Nou, dat maakt het heel moeilijk om open en nieuwsgierig dingen te beoordelen. op, op hun uh, waarachtigheid en op hun merites. Omdat. Het hebben van zo'n oordeel, dus eigenlijk dat persoonlijke, dus dat je vanuit een wereldbeeld kijkt en, en kritisch interpreteert, wordt dan als het ware uh, in een kamp geduwd. Um, en dan kun je eigenlijk, als wij bijvoorbeeld een artikel schrijven over wat er wel werkt aan marktwerking, bijvoorbeeld, dan krijg je onmiddellijk te horen van. Wat, wat, wat zijn ze de, het VVD-partijprogramma aan het. Uh, is de correspondent aan het, uh, van het pad af? Het ja. Van het pad af. Of ja. uh, 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 zijn ze opeens rechts geworden? Of zo? Ja, 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 en dat is echt de dood in de pot. Oh, dat ja. is echt de dood in de pot voor nieuwsgierige journalistiek. Omdat je dan eigenlijk op het moment dat je dan in een kamp zit, moet je in het kamp blijven. En is er geen ruimte ja. meer om te kijken: zijn er nog andere manieren om hier naar te kijken? Zijn er, zijn er bewijzen die tegen mijn veronderstellingen ingaan? Dan ja. wordt het gewoon een kwestie van de partijlijn. En daar word je niet nieuwsgierig van. Ja, ja het, je, het, is, het, is ook, het kan ook gevaarlijk zijn. Ja, ja. Ik denk nu aan een uh, aan wat ik zelf heb meegemaakt. Ik zat in Afrika. Ik schreef heel veel over Afrika over uh, problemen. Uh, ik maakte reportages van uh, mensen die totale ondervoeding leden, daar noem maar op. Dus ik was heel erg geëngageerd eigenlijk ook als correspondent in Afrika. Vond hulp ontzettend belangrijk, maar ik zag dat heel veel hulp niet goed werkte. Ja. En als ik daarover schreef, werd mij dat door de Nederlandse hulporganisaties en door de minister van uh, uh, Ontwikkelingssamenwerking. Ernstig kwalijk genomen. Ja. Omdat ze dat niet zagen als: kijk, hier zitten dingen, iemand uit het veld schrijft wat kan verbeteren. Maar dat was koren op de molen van de VVD. Die Die de, wilde hulp, die de hulp wilde afschaffen. Ja. En tot mijn eigen grote uh, schok en verdriet zijn mijn stukken ook wel uh, in die zin gebruikt. Ja. En uiteindelijk dacht ik: uh, heb ik nou meegeholpen aan het bewerkstelligen van wat ik nou net wilde vermijden? Namelijk zeggen: kijk, dit werkt niet goed. En nee. om hulp te wapenen tegen al die cynici ja. uh, moeten we. Zorgen dat, dat het wel hulp is die werkt. Ja, en wat dus niet werkt en niet helpt in zo'n situatie is dus zeg maar de, de toevlucht naar neutraliteit. Zo van, nou dan ga ik beide kanten laten zien. Dan ga ik zeggen, nou deze mensen zeggen dat het niet werkt en deze zeggen, mensen zeggen dat het wel werkt en dan ben ik neutraal. Nee. Dat werkt niet, want je bent dan niet echt de werkelijkheid of de problemen aan het benoemen zoals je die ziet en zoals je kan onderbouwen dat je ze ziet. Dan ja. heb je eigenlijk geen blik. Dat noemen ze ook de view from nowhere. Um, maar toch is het ingewikkeld als je dan zelf correspondent bent, dat je dus, dus toch je moet realiseren wat dus het effect is van de stukken die je schrijft. Ja. Die hebben dus effect in een werkelijkheid. En dat is een effect dat je eigenlijk niet zou uh, willen hebben bewerkstelligen, ja. moet je dan die stukken niet schrijven. Waar ik vaak voor pleit is meer reflectie op de keuzes die we maken. En dat we beter nadenken over waarom we die keuzes voor een. Formulering of een vraag of een kop of een insteek of een interpretatie waarom we die maken. Ik denk niet dat ik, ik denk niet dat je de verantwoordelijkheid zo ver kan leggen bij de, bij de journalist dat je alle mogelijke effecten van wat je opschrijft uh, ook rekenschap van moet geven. Want ja, die, ...die zijn te ver van je af. En dan is de vraag, moet je daar toch rekening mee houden? Je schrijft op wat je tegenkomt. Je schrijft op wat je ziet. Ja. He, dus dat is ook je objectiviteit. Ja, dus daar, ik denk niet dat je daar rekening mee, mee kunt... ...en ook moet houden. Het enige waar je rekening mee kunt houden is... ...formuleer ik het zo dat overkomt wat ik ja. uh, beoog. Zie dat er, ja. beoog of zie dat er is. En ik denk dat een te onopgemerkt iets is... ...is dat de manier waarop veel nieuws... Ik zeg het even met nadruk. Gemaakt wordt. En het beeld dat dat oproept bij mensen vooral heel veel wantrouwen en argwaan. En op die manier dus ook cynisme voedt. Die wij eigenlijk helemaal als journalistiek helemaal niet willen voeden. Ja. Omdat wij ook juist baat hebben bij mensen die maatschappelijk betrokken zijn. En hopen en denken dat de wereld. Beter kan dan dat we onze ja. problemen kunnen oplossen. Maar dan ben je eigenlijk terug bij wat je eerder benoemde. Hè? Dat uh, nieuws dus volgens zo'n um, uh, zulke wetten is gaan werken, dat je alleen maar het sensationele, het incidentele uitlicht. En daarmee dus het wantrouwen ook van burgers voedt. Hè? En, en... Ja, ik, ik waak er altijd voor om het een oorzaak te noemen. Maar ik zou met hand op het hart durven te zeggen dat de nieuwsdynamiek een voedingsbodem is voor wantrouwen en zelfs helemaal aan het einde van deze... fuik voor complotdenken. Ja. Omdat het... de wereld... fundamenteel afschildert als... een aaneenschakeling... van... opzettelijke... door daders en... door daders veroorzaakte... Um, incidenten... op zoek naar... een verklaring. En die verklaring wordt er vaak niet bijgegeven... En, dan, en dat vullen mensen dan zelf wel ja, in. Ja, en dan voed je dus het zoeken naar die verklaring. En dan een heel klein deel, 10% in Nederland ongeveer, 5% zoiets... eindigt dan bij de verklaring. Dit is allemaal één grote um, samenzwering. Natuurlijk als ik Thierry Baudet hoor zeggen van... we worden geregeerd door reptielen of zo. Of uh, ik Lange Frans hoor zeggen van... Uh, het is allemaal de matrix. Jullie hebben de red pill nog niet gehad. Ik maar... heb de Precies. Dan, natuurlijk denk ik dan in eerste instantie ook... oké, okay, die, is, die is een soort van van de rand afgevallen. Dit is niet hoe de wereld daadwerkelijk is. En hij ziet daar een soort samenzwering in die, die, die er niet is. Maar ik ben wel beter gaan begrijpen hoe je daar komt. En nieuws is daar een onderdeel van. En uiteindelijk stopt dat nieuws. En dan wordt het overgenomen door nepnieuws en, en, en influencers. En controleddenkers. En dan ben je en met, drie kliks, en dan dan ben je met diep, drie kliks ben je in die deep wereldbeeld. Down the rabbit hole. Yeah. Ja, en ik denk dat we moeten praten ook over welke, ook al is het maar een minuscule, welke bijdrage leveren wij, wij, wij hier aan door democratische instituties of, of de vertegenwoordigers van die instituties voortdurend zo af te schilderen als twee opties: schurken of dwazen. Dus mensen die of kwaadwillend zijn en verkeerde agenda's en het achterhouden, et cetera. Schurken of, of prutsers. Of prutsers. Incompetente mensen die niet weten wat ze, wat ze doen. En heel soms is dat vreemd gerechtvaardigd. Heel soms zit er een kwaadwillende tussen. Heel soms zit, Er zijn corrupte bestuurders, er zijn corrupte politici, er zijn mensen die liegen, er zijn mensen die het echt niet kunnen. Die moedwillig de boel verstieren om hun eigen gewin. Ja. Maar, maar om het dat, naar een correspondent-titel te brengen, de meeste mensen deugen. Correct. En ook, ook in, je moet uitgaan van, van dat idee, want als je van dat idee niet gaat uitgaan en je gaat op die manier de wereld benaderen en in beeld brengen, dan kweekt het het wantrouwen waar een democratie niet onder functioneert. Als je aan de lijve wil ondervinden hoe dit mechanisme in een democratie werkt, dan adviseer ik iedereen het spelletje, het bordspelletje Secret Healer te spelen. Dat is een heel erg grappig spel. Secret... Hitler. Hitler, precies. Ja. Ik dus had is een er nooit een... van gehoord. Ik las het en ik dacht, what? Nou, echt een aanrader. Het ja. is dus een beetje een bombastische naam. Secret Hitler. Maar het spel is eigenlijk heel simpel. De spelers worden in twee kampen verdeeld. De fascisten en de democraten. En je kunt winnen door jouw wetten, dus de fascistische wetten... of de democratische wetten op tafel te leggen. En wie het eerste het bordspel, bordspel vol heeft, het bord vol heeft met zijn wetten, wint. En er zijn een paar regels. Eén, de democraten zijn altijd in de meerderheid in het spel... En de fascisten altijd in een minderheid. En omdat de wetten op tafel worden gelegd door een democratische procedure. waarbij de meeste stemmen gelden. zou in principe de democraten altijd Moet moeten winnen. winnen. Want ja. ze zijn de meerderheid. Het enige nadeel dat de democraten hebben. is dat ze niet van elkaar weten wie de democraten zijn. Terwijl de fascisten, zo zit het spel in elkaar. wel van elkaar weten wie wie is. Dus de fascisten weten wie bij hun hoort. en wie de democraten zijn die ze moeten verslaan. De democraten weten van niks door deze opzet van het spel, krijgen de democraten in het spel een enorme prikkel, een enorme bonus om eerlijk te zijn en de waarheid te spreken over wat ze beogen. Want ze moeten namelijk aan die andere democraten duidelijk maken, duidelijk maken ik ben democrat. Maar elke fascist zal ook proberen. De fascist heeft een prikkel natuurlijk om zijn intenties aan het bord op het bord te verhullen. Te verhullen. Dus ja. die gaat liegen. Maar, en dat vond ik een ongelooflijk inzicht tijdens dit spel, ze hebben een Betere manier om te winnen dan om te liegen over hun intenties. En dat is door wantrouwen en argwaan te voeden en te kweken bij de Democraten. Dus onderling. Dus niet over hun. Maar zolang de Democraten argwaan en wantrouwen voelen over elkaar, hebben zij eigenlijk vrij spel. Dan let niemand op hun. En dit is precies hoe populisme in een democratie ook werkt. De leugens zijn een Middeltje, de onwaarheden die dan journalisten gaan factchecken van populisten: van dit klopt niet, dit klopt niet, dat is een onderdeel ervan. Maar eigenlijk is een veel effectievere strategie om argwaan en wantrouwen te voeden ja. over de democratische instituties en hun vertegenwoordigers. Dus er is een hele goede reden waarom Trump en Baudet de voortdurend de rechters voortdurend en de persaanvallen. wetenschappers zijn vooringenomen. Kunstenaars hebben een agenda. De, de rechters zijn niet te vertrouwen. Die zijn politiek gemotiveerd. Zij zijn de hele tijd de fundamenten van de rechtsstaat en de democratie uh, aan het aanvallen. Om wantrouwen en argwaan te kweken. En dat maakt hun machtsbasis eigenlijk als het ware daarop. Bestaat hun machtsbasis? Want zo lang, ja. Maar zolang de meerderheid elkaar vertrouwt, en daarom is de meeste mensen deugd wat dat betreft, een goed uitgangspunt. Niet omdat wij optimisten willen zijn, of omdat we positief willen zijn naar mensen, maar omdat als je dat uitgangspunt niet koestert, dan krijg je dus wat de Democraten in dat spel krijgen. Ze geloven elkaar oh. niet, ze, denk, ze zijn in de meerderheid, maar ze weten van elkaar niet dat ze de meerderheid zijn. En daarom krijgen dit soort krachten alle ruimte. En dat zie je, denk ik. In Amerika verschrikkelijk aan de hand. Ja. Daar wantrouwt iedereen elkaar en dat, dat wordt enorm gevoed door de media. En ik zeg niet dat we daar zijn, wij zijn er vrij ver vanaf. Dat komt door allerlei dingen. Wij zijn een veel socialer land uh, met veel meer sociale zekerheid, met een publieke omroep, nou, uh, meer gelijkheid en zo. Dus alle ingrediënten zijn hier beter. Maar ik probeer daar de vinger op te leggen. Dat, dat het wel hetzelfde zaadje is. Ja, dat, als ja. Je, dat, dat het hetzelfde zaadje is. En dat je onbedoeld, als je de hele tijd gaat... De, uh, je politiek en je bestuur en je kamer en weet ik veel wat... gaat, gaat bejegenen als waarom moeten we u geloven? Dus een soort, uit een soort bazaal wantrouwen... in plaats van uit een soort bazaal vertrouwen... totdat het tegendeel bewezen is. Dat je dat zaadje eigenlijk plant... die je in de Verenigde Staten nu echt ja, als een soort... Cactus, ja. <laughs> ziet exploderen en bloeien, ja, en dat en zou ik niet willen en dat is ook niet nodig in Nederland nee. want dat zo werkt. Onze democratie niet ook al nee. produceert ze heel veel verkeerds en ook is dus heel veel om kritisch op te, op te zijn. Dat is niet hoe onze samenleving in elkaar zit, ja, en dat is eigenlijk in een kort bestek. De, echt wel de dragende boodschap van dit boek. Nog ja. even naar um, uh, de correspondent. Hè? Tien jaar correspondent. Um, je noemde al Amerika. Op een gegeven moment heb je de correspondent uh, naar Amerika gebracht en werd het de correspondent. Ja. Um, dat werd geen langjarig project. Nee. Mis. <laughs> nee, dankjewel. Nee, dat werd, uh, <laughs> dat werd een vrij kortdurend project. Nou, we wilden uitbreiden naar het Engels. Om de, simpele reden dat ik dacht deze kwaal die wij proberen met onze journalistiek ja. uh, te verhelpen, die zie ik daar, overal terug. Die is daar veel erger. Nou, die is daar veel erger, ja. maar die is eigenlijk in, in bijna elke uh, land is die een beetje hetzelfde. En uh, in het Engels, ja, kun je de impact maken die je uh, in in het ja. Nederlands natuurlijk niet ja. kunt maken. Wij waren niet per se bezig met het oprichten van de correspondent in Amerika. We wisten wel dat we de campagne um, uh, daar wilden voeren om de crowdfunding te organiseren waarmee we het startkapitaal konden ophalen om dit te beginnen. We wilden 2,5 miljoen dollar ophalen. En we deden dat in Amerika één, omdat we goede contacten hadden daar. Uh, professor Jay Rosen, een van onze inspiratiebronnen, werkte daar aan de New York University. Die heeft ons heel erg geholpen. Uh, die zat ook in de daily show van Trevor Noah uh, te vertellen over waarom hij dit deed. En dat was één reden. En de tweede reden is ja, als je een Engelstalig platform dan moet je een Engelstalig Gebied hebben waarop je, soort van, kan zeggen: Dit is het idee. Als je dat in, 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 in Europa organiseert, wie spreek je dan aan? Moet je dan campagnes in 15 landen organiseren? Of uh, ja, hoe doe je dat? Dus de, de eenheid van het land was een belangrijke manier om de campagne te kunnen ontvouwen. Wij hebben toen later pa pas bedacht. Waar gaan we dit eigenlijk doen? <laughs> gaan we daar zitten? Gaan we hier zitten? Mm. Uh, want het is Engelstalig. Het was yeah. niet per se het idee dat het, dat het Amerikaans, Amerikaans was. Yeah. En toen hebben we uiteindelijk besloten om, het, um, om onze Engelstalige redactie hier in Nederland te vestigen. Wij dachten, nou, mooie kruisbestuiving met de correspondenten hier, uh, dat kan alleen maar meer uh, voordelen opleveren. En dat werd toen totaal tot onze verrassing ontvangen als een soort. Hè, jullie hebben hier geld opgehaald en nu vertrekken jullie weer. Een soort. Ah. Scam, een soort oplichterij ja, ja, ja. van jullie vragen geld van Amerikanen om dit op te richten en nu doen jullie dat ergens anders. Jullie zijn vandoor met het geld eigenlijk. Dat was het, dat was het, het gevoel. Nou, toen heb ik voor het eerst aan de lijve ondervonden wat het is om gewantrouwd ja. te worden. Toen was, je zelf, uh, toen was ik zelf de oplichter. Als het ware. In, in die media. Ja. ja, en je kunt dan in zo'n wantrouwende sfeer bijna niet meer uitleggen of over het voetlicht brengen welke samenloop van omstandigheden, ja. welke onbedoelde hm. gevolgen, welke domme gedachten of fouten die je hebt gemaakt, of verkeerde uitspraken die je hebt gedaan, hoe dat allemaal per ongeluk tot stand is gekomen, want je wordt gewoon niet geloofd. En heb je uiteindelijk nooit één uh, nummer daar uitgebracht? Nou, wij zijn uiteindelijk uh, een jaar lang uh, in het Engels gaan publiceren, vanuit hier. Uh, uh, dus het, de calls, die correspondent heeft gewoon bestaan. En uh, dat hebben we een jaar gedaan. En toen moesten de 55.000 mensen die ons de crowdfunding hadden mogelijk gemaakt. Ja. Die moesten vernieuwen. Jammer genoeg hebben we niet genoeg mensen kunnen overtuigen om te blijven. En daardoor is het gestopt. Het is dus niet gestopt om, vanwege dit, uh, deze rel, zeg nee. maar. We hebben het wel degelijk gedaan. Maar, nou, maar het bleek ja, gewoon veel, ja. te, veel moeilijker... Om zoiets te, 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 te runnen dan wij van tevoren hadden gedacht. Hm. Dit was gewoon weer zo'n naïef uh, idee. Ja. Maar goed, ja. wat duidelijk is, is dat je uh, je durft groot te dromen. Hè? Het oprichten van de correspondent was iets, iets nieuws en groots. De uh, correspondent ook. Nou, uh, dat, dat werkte niet helemaal. Um, uh, nu ben je tien jaar verder. Uh, wat is nu je droom? Wat, waar ben je nu uh, naartoe? Waar ik het meest trots op ben van de afgelopen tien jaar. En dat, om, daarom is het ook zo'n belangrijk thema in het boek, is dat wij niet cynisch zijn geworden over de wereld en ook nooit journalistiek vanuit dat cynisme zijn gaan bedrijven, ondanks dat er heel veel redenen elke dag voor je voeten worden geworpen om dat wel te zijn. Ik bedoel, ik zie natuurlijk de wereld ook om me heen, ja, uh, vroeger, tien jaar geleden was kunstmatige intelligentie nog een hele grappige uh, schaakcomputer, nu... Uh, vraagt men zich af of het uh, de mensheid niet schaakmat gaat zetten, zeg maar. Um, uh, vroeger kleefde eraan sociale media nog de hoop van oh, misschien gaat dat democratie brengen in landen waar dat nooit heeft geworteld. En nu denken we, helpt het de democratie hier niet eens uh, niet onderhand om zeep? Nou, dus er zijn allerlei pessimistisch stemmende ontwikkelingen, maar wij zijn er in staat gebleven om journalistiek te blijven bedrijven vanuit een soort bazaal vertrouwen in de, in de medemens en een soort Oprecht gevoeld optimisme over dat de wereld beter kan en dat de journalistiek daar een bijdrage aan kan leveren. Ik vind niks mooiers dan met zo'n groep mensen elke dag te werken en dat is echt een voorrecht. Uh, en ik hoop dat wij de komende tien jaar manieren vinden om de impact van de journalistiek, van dat soort journalistiek, de zichtbaarheid van dat soort journalistiek, uh, de kwaliteit van dat soort journalistiek nog zoveel groter en beter te maken dat het ook echt de invloed. Krijgt en uh, die, die het verdient in mijn ogen, uh, die het ook echt de invloed krijgt dat het ook de wereld echt een beetje beter maakt, een beetje verandert. We slagen er op allerlei kleine manieren al, al lang in, maar hoe je legt, het toch altijd af tegen hele grote um, invloeden en krachten die de andere kant op gaan. Mm -hmm. Maar um, als, ik zo, als ik zo van buiten, als buitenstaander, kijk naar tien jaar de correspondent, denk ik dat, je wel ergens al, dat er ergens een omslag is geweest. He, dat je begon met, uh, ik ga de, de onderstromen duiden, uh, de, de omgevingen, de lange termijn ontwikkelingen. En dat er ergens, en misschien is dat het boek van Rutger Bregman geweest, de meeste mensen Deugen. zie je dat het dat je, um, uh, je eigenlijk dat je eigenlijk in het gat stapt, van er is geen, er is geen groot uh, toekomstbeeld, er is geen visie. Uh, en dat je eigenlijk steeds meer een, uh, uh, ja, een heel duidelijk, um, ja, een moreel geladen agenda neerlegt. Hè? Dat dus, zeg maar, moraliteit steeds uh, belangrijker is geworden. Ik denk niet dat het moraliteit belangrijk is geworden, omdat het altijd wel gewoon een belangrijke. Plek heeft in ingenomen dat wij vertrekken vanuit een moreel kompas. Uh, en dat wat je ontdekt als journalist. dat dat morele kompas best kan bijstellen. als je maar een kompas blijft houden. Dus ik denk niet dat dat belangrijk is geworden. Het is wel zo dat ik, dat ik denk dat wij gaandeweg scherper. op het netvlies kregen dat we voor zulke grote uitdagingen staan. Ja. en er zoveel moet veranderen. om die uitdagingen. ...aan te kunnen. Ik bedoel, klimaatverandering is er één van. En dat is nog niet eens misschien de grootste. Het is een onderdeel van nog veel grotere... ...planetaire crisis... Crises waar we in zitten. En dat er zoveel voor nodig is om daar... ...als mensheid en als wereld... ...het hoofd aan te bieden. Eigenlijk moet onze hele... ...economische motor, uh, onze hele... ...beschaving, bij, bij wijze van spreken... Moet Opnieuw uitgevonden worden. Nou, je zegt het heel mooi in het boek. Hè? Je zegt, de verbrandingsmotor van onze fossiele economie die moet worden onttakeld. Ja, en, en vervangen door iets vervangen. anders. Terwijl ja. we er. Het is alsof je een, inderdaad een vliegtuig demonteert terwijl je. In, in, uh, in, de, lucht in de lucht moet lucht blijven. Ja. Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. En ik denk wel dat, dat de omvang en, uh, van dat probleem. En die uitdaging is wel langzaam maar zeker. Steeds, daalt steeds meer in. En dat vraagt dan misschien ook op journalistiek die ook nog meer op zoek gaat. Naar hoe dan? Hoe, hoe, hoe doen we dit op een manier die democratisch is? Ik, ik bijvoorbeeld onze correspondent Klimaat Jammer Mommers. Die zat in de eerste jaren van zijn correspondentschap... vooral te worstelen met de vraag: hoe krijg ik uitgelegd? Hij heeft ook een boek geschreven, hoe gaan we dit uitleggen? Ja. Dat klimaatverandering echt een heel groot probleem is. Nu worstelt hij inmiddels met de vraag: hoe krijg ik over het voetlicht? Dat dit nog steeds opgelost kan worden. Ja. Ja, je ziet in, aan die kentering een beetje de kentering, denk ik ook in onze maar, journalistiek. Ja, hoe doe je dat? Ik, dat bedoel ik. Dat je ja. steeds meer ook perspectieven geeft voor uh, hoe doe je dat? Hey, net zoals jouw boek, wat eigenlijk een, een, een deconstructie is van wat de waarheid ooit was, maar dat je op het einde toch probeert uh, om hoop te geven. als Want je zegt: de waarheid kan ook iets zijn wat ons kan verbinden. Zeker. Misschien is dat mooi eh, tot slot. <laughs> Hoe kan dan die waarheid ons wel gaan verbinden, in plaats van ons volledig tegen elkaar uit te spelen? Laat ik proberen zo kort en bondig te antwoorden. Waarom wij zo'n strijd zien in de politiek nu en in de samenleving. Over wat de feiten zijn en wat er waar is, en hoe dat, hoe, hoe dingen, wat de problemen zijn, en hoe dat moet worden opgelost, en of stikstof wel echt iets is of juist niet, of nou enzovoort. Al die strijd die je de hele dag voorbij ziet komen, komt volgens mij voort uit het feit dat we weten dat wij in een samenleving leven. waarin wij nog nooit zoveel welvaart en individuele vrijheid hebben gekoesterd als nu. Mm -hmm. En dat de dingen die ervoor nodig zijn om dit soort dingen aan te kunnen, voelen als een bedreiging van die gekoesterde. Individuele vrijheid en welvaart. Dus je zult een verhaal moeten vertellen over dat die individuele vrijheid juist beschermd wordt en die welvaart die wij koesteren door het anders te doen in plaats van bedreigd. Hoe doe je dat? Ik heb denk ik een aardige metafoor gevonden. Ik las ooit over een influencer die trots op een Mexicaans strand lag. Met een passief inkomen uit cryptocurrencies mm -hmm. verkondigde aan zijn volgers: Ik ben nu echt vrij. Ik ben nu echt gelukkig. Ik heb een vieruurige werkweek. Mm. Mijn passieve inkomen voorziet mij in wat ja. ik wil. Nu ben ik echt vrij en onafhankelijk. En dat is een soort vrijheid, vrijheid als de onafhankelijkheid van de wereld om je heen, mm -hmm. die nog steeds heel erg bejubeld wordt en heel erg centraal staat. En ik denk dat we een verhaal moeten vertellen over dat die, dat die vrijheid eigenlijk een illusie is, wat hij daar verkondigt. Want als hij gaat surfen in zijn vieruurige werkweek en hij valt in de, van zijn surfboard en hij breekt zijn been en hij moet met spoed naar het ziekenhuis. En hij komt in het ziekenhuis en de dokter heeft een vieruurige werkweek en een passief inkomen. Met cryptocurrency en ligt op het strand te genieten van zijn vrijheid, dan is hij niet vrij. Mm -hmm. <laughs> en dus, zijn vrijheid bestaat bij van de solidariteit die wij allemaal met elkaar op kunnen brengen. Is dus eigenlijk ja, zijn vrijheid, dus parasitair? Ja, en zijn vrijheid, zijn echte vrijheid, hangt af van, het, van, van, de, van de hulp en solidariteit die alle mensen om hem heen hebben. En dat er een dokter is die zijn been, gebroken been verzorgt als hij, als hij daar in het ziekenhuis komt. En ik denk dat als je. Dat idee van collectieve vrijheid. als voorwaarde voor je individuele welzijn. beter over het voetlicht kan brengen. Dat dan. stoppen met spareribs eten. niet meer als een opoffering. en een bedreiging van je vrijheid wordt gezien. maar als, als iets doet. voor het collectief dat jouw vrijheid. garandeert. Ja. 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 En dat bedoelde ik met waarheid als weefsel. laten zien dat wij onderdeel zijn van een heel groot geheel. Die waarheid, als je die beter over het voetlicht kan brengen, dan denk ik dat wij dat er niets in de wereld is wat waar wij niet in staat zijn een oplossing voor te bieden. Al was het maar simpelweg omdat wij ook allemaal zelf de veroorzakers ervan zijn. En ik denk niet dat er een probleem is dat de mensheid zelf veroorzaakt, dat die niet ook samen zelf kan oplossen. Nou, mooi. Dank je. <laughs> ik zeg uh... amen. Amen. <laughs> amen. Dank je wel. Dank je wel,